Nou, en het kan zo, is er, heeft iemand jou wel eens al gefotografeerd? Dat je bezig was, dat er dan dat je denkt, van nou, die staat wel heel erg te fotograferen. Als ik bezig ben, dan heb ik echt een soort hyperfocus, zeg maar. Nee, in trans. Ja, dan let ik echt niet op de omgeving. Nou, dan, wat het leuke is, we hebben Jostijn, volgens mij hebben wij misschien. Klopt dat, Maart? Ja, zeker. En ja. Doet hij niet iets met fotografie? Hij doet heel veel met fotografie, inderdaad. En hij heeft zelfs een site gemaakt samen met de gemeente. Cupido. Leuke naam ook. Cupido, oké. Okay. Cupido, dat klinkt heel erg alsof het over de liefde gaat. Maar dat is dus... Nou ja, hier, daar kom je al natuurlijk. Precies, niet zo, toch, Jostijn? Nee. Ja, ben ik te horen? Zeker, zeker. Luid en duidelijk. Ah, oké. Okay. Nou, die website heb ik persoonlijk niet gemaakt. Ik heb de opdracht gekregen om de kunstwerken te fotograferen. Maar de gemeente Tilburg heeft de opdracht gegeven. En Toffie, campagnebedrijf Toffie, heeft de website gemaakt. Ah, okay. Vet. Hé, hey, maar het heet dus... En die hebben mij dan weer gebeld. Cupido, maar dat staat Cupido, voor... Cupido. En waar staat dat voor, Jostijn? Cultuur in het publieke domein. Kijk. Dus de website bestond al. Ja? Ja. Oh, oké. Okay. Oh, dus precies, ja. Nee, maar het was oorspronkelijk een website die stond... daar was een groep mensen actief die bezig was met het... inderdaad met kunst in de publieke ruimte of cultuur in de publieke ruimte. En die website is gestopt omdat er het plan 2021 tot 2024 was op een gegeven moment klaar. Ja. En nu hebben ze die website een andere bestemming gegeven. Ja, en even terug naar het begin, want ik vind het wel leuk om jou hier nu over te spreken. Want ik zag jou ook wel eens lopen, volgens mij al sinds maanden geleden. Zag je allemaal foto's maken van kunstwerken. En dacht ik, nou, die zal weer met een vet project bezig zijn. En toen zag ik op een gegeven moment inderdaad op jouw Facebook voorbij komen van ik ben alle kunstwerken in Tilburg aan het fotograferen. Dat was jouw opdracht. Ja. Hoe heb je dat aangepakt? Op de fiets. Ja, op de fiets. Ja, nou ja, inderdaad. Ik heb letterlijk alles op de fiets gedaan. De opdracht was dat ik alle openbare kunstwerken ging fotograferen. Er zijn heel veel projecten die zijn gesponsord door de gemeente in ieder geval. Of ooit inderdaad door commissies bedacht en ergens neergezet in de ruimte. En die moest ik fotograferen. En ik heb er zijn een heleboel verschillende websites die van alles verzamelen qua kunst. Wat Joep ook al zei, is die Street Art Cities website met al die... die wordt ook heel erg regelmatig bijgehouden, dus dat is wel fijn. Dan wist ik ook gelijk waar dat allemaal stond. Is handig. Schild voor onderzoek, ja, tuurlijk. Ja, maar al dat vooronderzoek heb ik dus ook zelf gedaan. Ja. Ik heb een enorme online Google Drive gemaakt, gedeeld met Toffie en gemeente en allemaal bijgehouden. Ze werden waarschijnlijk ontzettend gek van me. Ik was te precies. Ja, maar er is ook heel veel te vinden. Ja, precies. Je hebt dan de muurschilderingen, maar je hebt ook de beelden, je hebt reliefs. Ja. Vloerschilderingen, ja. De struikelstenen en zo, het zijn allemaal maar verschillende. Maar Jostijn projecten. Weet het nu. Wat is het? Geef ons een nummer, Jostijn. Hoeveel foto's heb jij gemaakt? Ja. Op de website staan er volgens mij 248. 284. Maar ik heb er nog veel meer gemaakt. Dat staan er een heleboel nog niet op. Want of er staat nog dus te weinig informatie over. Maar ik moet even kijken in mijn Lightroom hoor. Ik heb 2544 foto's gemaakt. Kijk, klik. Lekker gewerkt. Ja, maar je maakt natuurlijk niet één foto per kunstwerk. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar uiteindelijk, hoe lang ben je hiermee bezig geweest? Rond acht maanden, zeven, acht maanden. Ik ben in oktober begonnen op de fiets. En in december heb ik een maandje geen foto's gemaakt, want het was gewoon te slecht weer. Ja. En daarna ben ik in januari weer begonnen en ik heb eigenlijk gewoon alles gedaan van het uiterste puntje van de Reeshof tot Udenhout. Ja, vet. Want wat ik zelf al had toen ik op de website keek, was een beetje dat besef van, oh ja, dit is natuurlijk ook kunst. Of van die dingen die me nog totaal niet op waren gevallen. Dus wat heb jij ook een hoop geleerd tijdens jouw reis door Tilburg? Of wist je alles al? Ja. Nee joh, ik heb heel veel Google Maps gekeken. Heel veel andere websites gekeken. Er is een. Dat is wel een grappig detail. Want er zijn twee mannen in Nederland, die twee broers. En die gaan allerlei grote steden af op zoek naar beeldhouwwerken. Van der Krocht heette die mannen, geloof ik. Ik kan wel een keer erop zoeken. Maar prachtig. Die hebben dus alle. Dat zijn gewoon twee amateurfotografen. Die zijn gewoon de stad aan het rondlopen. En die zoeken overal informatie bij. Die hadden ook een heleboel beelden al gevonden die niet op de website van Kort stond.
Dus ja, daar heb ik ook heel veel informatie van gehaald. Je had ook zo je hulplijntjes. Ja, precies. Er zijn wel wat websites te vinden, maar er zijn ook een heleboel kunstwerken die ik wel tegen ben gekomen, maar waarvan ik dus niet wist van wie de maker is. Ja, precies. En dat is frustrerend. Ja, dan moet je gaan uitzoeken. Ja, maar dat lukt niet. Er zijn zoveel mensen die er niks van weten. Heb je bijvoorbeeld die stenen auto bij het Wilhelminapark, heb je die ook te pakken, wie die gemaakt heeft? Die is van, ik ben niet zo goed in namen. Die staat voor park. Ja, die staat voor park. En ik dacht dat het een, volgens mij was het een project van de Tilburg Cowboys, maar dat weet ik niet meer zeker hoor. Maar dat, misschien weet jij dat dan weer beter. Maar ik weet niet alles uit mijn hoofd. Nee, hoeft het niet. Maar Stijn, we hadden net Jasje hier in de uitzending en die zegt een plek om echt iets te laten zien, dat is de Dam op Amsterdam. En een van jouw foto's gaan we echt huizenhoog opblazen en we gaan lekker een stukje Tilburg naar Amsterdam brengen. En die foto van jou van een kunstwerk in Tilburg komt daar te staan. Welke gaan we dan prominent... Draaiend huis. Ja, maar het is gewoon... Ja. Nee, maar de foto. Het kan zomaar zijn dat hij een prachtige foto heeft gemaakt van het hele kleine stoeltje van ons Marietje Kessels, weet je, dat echt verstopt in Tilburg. Of dat enge schommelmeisje. Of het enge schommelmeisje. Of misschien wel, ik vind het zelfs heel mooi, het syndroom bijvoorbeeld. Goeie titel voor dat enge ding. En die lamp die ja. bij de begraafplaats. Dus, maar ik weet niet, wat zou jij nou, een van jouw foto's, want dat is ook jouw kunstwerk eigenlijk, hè? Want eigenlijk wordt het kunstwerk dan meer jouw kunstwerk, omdat jij op een bepaalde manier een foto maakt met een bepaalde belichting op een bepaald moment van de dag. Welke gaan we naar Amsterdam brengen en zetten we groot neer? Oi, daar weet ik echt niet, joh. Jawel, gewoon eentje. Je moet kiezen. Ik denk die foto van... Zijn er honderden. Ja, maar eentje die je echt tof vindt. Dat je echt denkt van, die vind ik tof. Ja, die Skymiroff foto. Ah, tuurlijk. Die is, ja, maar goed. Dan heb je ook echt een tof kunstwerk. En het mooie is, die is elke dag anders. Elke seconde van de dag anders, toch? Ja, precies. En dat is wel een paradepaardje voor te... Ja. Heb je daar nou ook extra werk van gemaakt? Ben jij om een uur of 5, 6 ochtends opgestaan om het allereerste licht van het... Nee. Nee joh. Ja, dat weet ik niet, dat kan. Nee, want het is helemaal niet handig. Want als je ochtends vroeg fotografeert, dan is de kleur allemaal geel. Ja, ja. Dus ik heb best wel gelet op een frisse... De meeste foto's zijn gemaakt in de winter. Oh, oké. Okay, ja. Van een fotograaf. Of ja, precies. Enigszins bewolkt. Ja, weet je, als je midden in de zon fotografeert, dan zijn die schaduwen zo keihard. Ik ga niet lopen stalken bij een kunstwerk om te wachten op het juiste moment. Nee? Ik kom er toevallig voorbij. Je hebt ook zo'n app waar je kan zien, hoe laat... Hoeveel werk dat is? Perfect Light of zo. Nee, dan kun je zien op welk tijdstip, op welke dag, hoe de zon staat. Ja. Oh, hij is al 8 maanden bezig geweest. Hè? Ja, precies. Nee, daarom. Maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment een aantal kunstwerken hebt waarvan je denkt van, nou, als ik die dan toch echt vast wil leggen. En zoals je zei, de Skymirror, dat is er dan wel eentje. Dus ik ben nu heel benieuwd naar die foto geworden. Ja, maar ik ben ook wel benieuwd. Want Stijn is nu even, heeft een lievelingskunstwerk uit de doeken gedaan naar jouw lievelingskunstwerk in Tilburg. In de openbare ruimte dan, hè? Ja, er is toch echt die lamp die zo draait en dan... De Bredaarse Weg. Bij de Bredaarse Weg. Heel veel mensen zien dat ook helemaal niet. Zo leuk om daar langs te lopen met mensen die er zelfs wonen. En dat ik dan zeg van, die lamp, dat vind ik het mooiste. Ik reed er gisteravond op de fiets nog langs. Ja? Maar dan reed ik aan de overkant, dus dan zie je hem ook beter. En s'avonds zie je hem ook beter, omdat dan is hij natuurlijk verlicht. Ja. Staat hij ook op de foto, Jostijn? Ja, tuurlijk. Ja, ik ben heel benieuwd naar die foto daarvan. Die vind ik echt zo mooi. Christof, hoe heet die man? Is mijn N, dacht ik. Christophe Appel. En jij, Joep, wat is jouw favoriete kunstwerk uit heel Tilburg? Oh, dat is een hele lijst. Nee, maar gewoon eentje. Je moet kiezen. Je moet kiezen. Hmm. Die. Ja, die. Nee, die vorige. En dan ga je door naar de zesde. Ja, ik weet niet. Ik vind het draaiend huis mooi, omdat het zoveel losmaakt, zeg maar. Weet je wel? Dat is heel controversieel. Ja. Dat vind ik er mooi aan. Plus dat het ook gewoon... We hebben natuurlijk wel een traditie van rotonde kunst in Nederland. En dit is wel gewoon next level, weet je wel. En dan gaat hij af en toe een keer kapot. Ja, precies. Ja, dat heb je met apparaatjes, weet je wel. Ja, nee, je kunt er heel leuke dingen mee. Ik ben ooit een keer in mijn badjas gaan staan met een pak aan een foto laten maken. Alsof ik 's morgens goede krant oppakte daar. Dus het is echt heel leuk om mee dingen mee te doen. En Amber, waar ga jij naartoe dan? Wat is jouw grote kunstwerk? Sowieso het draaiend huis. Ik vind het heel vet hoe boos mensen daarover zijn. Ja, dat vind jij leuk. Ja, dat vind ik gaaf. En ik heb ook wel eens de kunstenaar ontmoet. Die kwam een Petja Kucha presentatie in de Nieuwe Vorst geven. En dat was echt een van de vetste mensen die ik ooit ontmoet heb. Dus alleen al daarom word ik gewoon vrolijk van het draaiend huis. Nice. De brug in de Piershaven. De Nophef. De Nophef. Ook de Nophef over. En dan is het natuurlijk Mout natuurlijk. Jij bent natuurlijk import. Dus dan heb jij hebt het meest interessante blik op de stad. Ja, eigenlijk wel, hè. Maar ik moet nog veel leren, hoor. Maar kunstwerk van mij ook.
Ja, ja. Nou, ik heb er één gezien in Noord, op een grote flat, groot flatgebouw van PJ. Die vind ik wel heel gaaf. Ja. Die is gemaakt van Jantje Beton, geloof ik ook. Die is niet alleen van PJ, ook van Paul Watti. Ja. Precies. Ja. En nog een derde die ik even... Dat is echt een collab. Timothy Maler. Ja, vind ik heel gaaf. Kijk, mooie voorbeelden. Hey, Jostijn, even heel praktisch. Hè? Waar kunnen we dit vinden? Noem de website, dan kan iedereen even gaan kijken. Ik wil nog even één ding. Die foto of dat kunstwerk met die auto voor park is van Wouter de Baat. Kijk, thank you. Wouter, goed gedaan, Wouter. Ja. Leuk kunstwerk. Ja, vind ik ook leuk. En stond er ineens, hè? Ja. De website is cupudo.nl. Ja. CUPUDO. Thanks. Oké, perfect. Heel Stijn, heel veel respect voor het. Al mijn foto's. Heel veel respect voor hoeveel werk je hierin hebt verstopt en maanden fietsen. En ik vind het heel vet dat het nu allemaal gebundeld is. Ik vind het oprecht een toffe website. En dan heb ik nog één vraag aan jou, Jostijn. Weet jij toevallig al wanneer er meer op de site komt? Want er staat nu wat op, zeg maar. Maar ik had zoiets van. Ik miste ook nog een paar schilderingen van mezelf. Die heb ik al wel op de foto gezet. Hint. Die bloemer die jij laatst... Ja, die in de race. Die heb ik al wel op de foto gezet. Dat is mooi. Precies. Heel cool. Dat zal ik even moeten vragen. Ik weet het niet. Ik heb gewoon een opdracht gekregen voor zo'n bepaalde tijd. En er is op een gegeven moment een moment bedacht van... Nou moet hij eigenlijk wel een keer online. Ja. Want ik kan deze blijven. Er komen zoveel kunstwerken bij. Precies. Maar dit gaat zo zijn voor je fix, hoor ik al. Ja, die komt helemaal goed. Ik was gewoon benieuwd. Ja, de foto's gewoon... zijn al wel gemaakt. Ja, ze liggen er al. Ja. Hey, Jostijn, super bedankt. Echt heel tof. Yes. Dank je. Yes.